Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Weelse Bijenkorf en Zit en Relax. Ik ben er wel klaar voor. Wat is dat nou? Hallo? Hey, de Zwarte Cross is nog niet eens begonnen, jongen. Ja. Wat doe je nou? Je ligt op bed. Ja. Heb je al gedronken? Nee. Nee? Mag ik even je schaalmodel mee? Oh, je mag maar mee, ja. Ja, mag ik mee? Ja. Dan pak ik hem even. Kijk, dit is het schaalmodel. Ja, dit is hem dus in het groot, hè? Zware jongens. Welkom op de 18e editie van de Zwarte Cross. Heel veel spektakel, theater, muziek en natuurlijk crossen en buur. Welkom in Lichtenvoorde. De Zwarte Cross, kijk, fanclub café Harder, metal café. Nou, het is allemaal vrij rustig, maar waar is het drukst? Kom maar uit de kast, de gay bar. Het is een en al gay daar binnen. En ben je gay? Nee. Hij wil eigenlijk zo'n roze kerstmuts scoren. Daar staan we eigenlijk voor in de rij. Waarom ben je in de gay bar naar binnen gegaan? Ja, ik wou toch een keer uit de kast komen. Ik denk, dit is de beste gelegenheid. Zoveel mensen. En dan weet iedereen het gewoon. En dan, nu is het meteen duidelijk. Ja, mijn vrouw wil het nog niet. Maar het zal je oma zijn, dat ja. Zo zeggen. Hoe heet je vrouw? Nathalie. Moet je niet even sorry zeggen? Sorry, Nathalie. Ik ben een
iedereen nou al dronken? Nee, ik ben nog lang niet dronken. Hij is wel eens raad. Nee. Nee, we zijn nog niet zat, maar we doen net alsof, want dat vinden we gewoon mooi. Weet je naast wie ik sta? Ja, dat is Chano Lono en Mental Tio. Ja. Bijna goed, dankjewel. Fijne dagen, jongen. Oh, go back to the zoo. Ja, doei. Nou, beetje zenuwachtig, want naast mij staat Atje van den Berg. En die heeft over de hele wereld gespeeld. Japan, Amerika, alles speelde die plaat. En nu staat hij eindelijk op de Zwarte Cross. Ja. Hoe staat dat dan? Ja, is geweldig. Ja? Ik ben hier bijna ieder jaar geweest als fan van de Zwarte Cross. En nu staan we er met Mart, Sam en Jan, onze zanger, is nog aan het dorsen op dit moment. Ja. Die heeft een groot boerenbedrijf. Dus die komt rechtstreeks van de tractor het podium op zometeen. Letterlijk. Daar heb je hem ook gevonden. Je hebt hem gewoon van de tractor afgesleurd. Ja, want ik vond dat hij te lang op de tractor zat. En Sam en Mart komen, Mart die komt uit Borculo, Sam komt uit Enschede en die heb ik eigenlijk uit schoolbanken geplukt ongeveer. De beste one-liner die we hierop hebben, die mag jij natuurlijk. Muziek is natuurlijk niet leeftijdsgebonden. Thuiswedstrijd voor jou? Soort van wel, ja. Ja, het is lichter voor, hè. Dus dat is sowieso een beetje thuis. Maar, ja. Maar je hebt voor jonge gasten gekozen eigenlijk, hele talentvolle jonge gasten. Ja, ja. Waarom niet voor wereldsterren? Dat vind ik zo saai. En deze jongens zijn wereldsterren, alleen de rest van de wereld die weet het nog niet helemaal. Maar daar gaan we voor zorgen dus. Hè. Heb jij nog kriebels als laatste, als je op zo'n podium klimt? Ik bedoel, je hebt overal gespeeld. Even kriebelen. Ja. Oh, ik mag uit je van de berg kriebelen! Ja, Zwarte Cross, dat is natuurlijk crossen. Dat is heel veel muziek, maar ook theater en spektakel. En Kitty die gooit met messen, die eet vuur. Het kan allemaal niet op. Wanneer is dat begonnen? Dat is heel lang geleden begonnen. Maar waarom? Waarom ga je dat doen? Nou, ik was jong en je wilt wat. En toen dacht ik ga een jaartje met circus meereizen. En eigenlijk zit ik nog steeds in het vak. Gaat er nou nooit wat mis? Nou, in principe gooi ik altijd mis. Toch? We gooien ook wel eens raak. Dat is ook wel eens gebeurd. Wat vind je van de Zwarte Cross? Krijg je een beetje wat mee of niet? Ja, zeker. We zijn vanmorgen lekker rondgelopen. Ik vind het echt geweldig. Het is echt hoe het eruit ziet en de mensen en vooral het sfeertje. Hè, hoe lekker de mensen zijn en mooi. Ik vind het fantastisch. Het zit er hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat ik hier sta. Nou, heel fijn. Dat vinden wij ook. Ja, nou. Dus dank je wel. Okay. En ik ben blij dat ik nog geen mes naar mijn hoofd heb gehad. Nou, wacht maar.
Lara de Kruif. Een heel stoer wijf ben jij eigenlijk, hè? Ja. Waarom? Ik doe motocross en ik vind het een hele leuke sport. En hoe oud was je toen je begon? 7 jaar. En wiens schuld is het dat je bent gaan rijden? Want hoe kom je nou op het idee? Ik bedoel, je hoorde met Barbies te spelen. Mijn moeder wou het vroeger altijd en die is opgegroeid op de cross. En die leek het altijd mooi om dat te doen. Ben je nou niet bang? Want het is best een gevaarlijke sport. Ben je nooit bang? Nee, ik ben nooit bang. En moeders? Ja, het is gewoon heel dubbel. Het is gewoon een snelle sport. Er gebeuren ongelukken. Ja. En toch ben je trots dat je kinderen doet. Maar als de finishvlag valt, dan ben ik de blijste moeder op de wereld. Hey, er zit een speciaal iets op jouw motor. Wat is dat? Het is een stickertje van mij, van een maatje van mij. Die is over verongelukt in Harfse. Ter nagedachtenis. Maar toch begrijp ik het dan niet. Want je verliest een vriend. En je zegt, ik heb die angst helemaal niet zelf. Ja, ik weet ja. Denk je dan, dat kan mij niet gebeuren? Of want... Ja, het kan iedereen gebeuren. Maar ik ben er zelf niet echt bang voor ofzo. Wat is je doel eigenlijk? Dat ik over een paar jaar bij de Grand Prix mee rijd. Dat zijn ja, de wereldkampioenschappen dames. Country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. Put your hands together! Yeah! Woo-hoo-hoo! Great!
ik even snel naar je toe voordat we beginnen. Dag Pierre. Hey, hoi. Hallo, Angelique. Oh, kom hier. Hoi, wat ga je maken? Nou, ik heb de hele show aan, want ik heb vanmiddag ook een show gedaan, een andere show. Ja. En ik heb nu een show helemaal om Tante Rikkie heen gemaakt. Ik ga zo geen tong hoor. Nee. Pierre, wind wil je tongen. Echt niet. Echt speciaal voor Tante Rikkie? Ja, want ze houdt van uien en frikandellen. Dus het wordt een uienshow. Lekker vette bekken halen. Ja, absoluut. Maar dan wel echt absurd op zijn windies. Hey, maar je bent mega populair, man. Er staat echt een enorme rij buiten. Ik hoop het. Ja, echt... Maar ik hoop dat ze ook zo meteen allemaal met zo'n big smile weggaan. Hey, Leuk jullie zijn, jongens. Ik vind het echt leuk. Hij doet echt, hij knuffelt echt iedereen. Zijn er mannen die dan bij mij willen? Of liever Pierre? Ja. En een hand op mijn kont. Wil je liever met mij of met Pierre? Ik wil ook met jou. Ik help een beetje, of wil je dat niet? Ja? Ja. Ja, je wil liever Pierre, dat snap ik. Rikkie, ik wil maar één ding met jou. Ik wil jou vanaf scoren. Ja, ik hoorde namelijk dat ze gek is op frikandellen. Wat gaan we eten? Hey! En daar moet natuurlijk een sausje op. En dat wordt erop. Ik hoor wat minder enthousiast, maar hoor niet uit. En wat ook kik is, wat echt kik is namelijk, wat echt waanzinnig kik is. U bent erop uit, toch? Ja. Ik heb 3 vrijwilligers nodig die de uien gaan schoonmaken voor Tante Rikkie. Maar de winnaar is namelijk wie het eerst helpt. En Tante Rikkie is de jury. 5, 4, 3, 2, 1. Nou. Oké. Dit is een mooi geluid, moet je horen. Mooi, hè? Kijk, doe je 1/3 zeewater erin, 2/3 gewoon water en een beetje peper. En dan heb ik hier bijvoorbeeld broccoli. Tante Rikkie, wie is de officiële winnaar? Oh, eerst was zij het? Ja, bij jou. Oh, kijk dan, zijn tranen in zijn ogen, man. Ja. Oké, top. Dankjewel. Nou, dit geloven we wel, hè, die broccoli in zeewater. Is echt lekker. Oh, komt aan! Wat doe je nou, Tante Rikkie? Dus heb ons sport. Wat we doen, ik maak de dropsaus. Hier, ik heb hier een drop. Ik doe er een beetje azijn bij. Oh, we zijn ook. Oh, ik ben zo goed, hè? Oh. Ja, hoe zet ik het nou terug? Ja, houd even vast. Even roeren, Tante. Oké, we zijn klaar. We gaan bij de uitgang. Even wachten, daar staan we met mijn pan. Mag ik u enorm danken, ik vond u geweldig. Ik wil eerst mijn applaus, die mag je meenemen naar huis. Het ziet er wel een beetje ranzig uit, maar het is echt best wel te eten. Maar ik ben wel kapot, zeg. Wat energie heeft die gast. Ik ben wel toe aan een beetje rust. Iets kalms. Sun is in my eyes, and you know I'm feeling fine. Take me to Jamaica now. Take me to Jamaica now. Take me to Jamaica now. Vorig jaar was er nog de Naked Run op de Zwarte Cross voor Amnesty.
En dit jaar, Emiel, is er ook een soort actie. Wat gaat er gebeuren? Ja, we doen de Giant Backflip for Mankind. Een stuntman, Jackson Strong uit Australië. En die gaat hier 4 keer in totaal, 5 keer gaat hij een sprong maken om het wereldrecord backflip te verbeteren. Op de motor. Dat heeft iets te maken met foto's. Ze hangen hier allemaal foto's en je kan daar slaan. Wat is het idee? Ja, mensen tekenen de petitie voor Amnesty. Dat is een petitie voor Raif Badawi, een Saoedische jongen die al die 10 jaar tot 10 jaar zelf is veroordeeld. En door te slaan, door de petitie te tekenen, al die foto's die eruit komen, die hangen weer op. En hoe langer dat lint wordt, hoe verder Jackson Strong gaat springen met zijn motor. Ja, heel gevaarlijk. Maar er zit wel een lengte aan. Het gaat niet door tot 200 meter. Dat kunnen de jongen niet aandoen. Maar het doel is natuurlijk om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen tekenen. En dat we zorgen dat die Raif Badawi in Saudi-Arabië dat die vrijkomt. Want die zit om belachelijke redenen vast. Nou is de Zwarte Cross natuurlijk een knotsknettergek evenement. Hè? Of het is eigenlijk een soort carnaval bijna. Past dat bij zo'n onderwerp als dit? Ja, dat past volgens mij juist heel goed. Zeg maar. Vorig jaar hadden we natuurlijk de Naked Run. Dat ging allemaal om vrijheid van meningsuiting. En nu voeren we actie voor een jongen die ook vastzit omdat hij iets gezegd heeft en iets gedaan heeft. En volgens mij als er iets centraal staat op de Zwarte Cross, is naast dat het gewoon heel leuk is, is dat je mag doen wat je wil, dat je mag zijn wie je wil. En die ruimte is er. En dat past heel goed juist om dan ook een serieus onderwerp, maar wel op een beetje luchtige manier ook aan de orde te stellen. Dan gaan we morgen zien of er genoeg foto's hangen om het wereldrecord te verbeteren. Hang er tussen. Jazz Festival en zo op de Zwarte Crossen. Wat bezielt je? Wat is er gebeurd? Muziek. Waar wij muziek kunnen maken en waar er mensen zijn om ons te horen spelen, daar gaan wij naartoe. Kunnen de Achterhoekers een beetje dansen, denk je? Oh, dat denk ik heel goed. Ja? Ik denk dat het belangrijkste is van muziek en dans is dat je je laat gaan. En volgens mij kunnen mensen dat hier heel goed. Ja. Goede sfeer, hè? Ja, dat hoeft er helemaal niet mooi uit te zien. Het laatste wat wij willen bij ons podium is echt ingestudeerde danspasjes. En je hebt een mooi kleurtje, ook een afgetreden body, had ik al gezien. Maar weet je dat je op de Zwarte Cross, als je wat donkerder bent, of echt zwart, gratis naar binnen mag? Is dat echt zo? Zwarte Cross, ook voor witte mensen. Nou, moet ik wel zeggen, ik ben zomaar naar binnen gereden. Ik heb inderdaad niks gehoord. Je hebt niet eens betaald. Is dat het gewoon? Nou, goed man. Nou, dankjewel pap.
You're a one-man modern big band. Yes, I don't like people. Really? I'm sorry to bother you, but you don't have to share your fee either, don't you? No. I like to do what I want, when I want. You don't have to struggle with other... aflevering van de Zwarte Cross, de 18e editie. Het was een fantastische dag met Alain Clark, met Adje van den Berg, Pierre Wint, nou ja, te veel om op te noemen. En natuurlijk Cross, heel veel Cross. Morgen aflevering 2 en dan gaan we onder andere hiphoppen door twee jongens uit Winterswijk. Er komt een Duitse dame dance draaien en er is een zwerver die inmiddels wereldberoemd is. Nou, wie dat is, dan moet je morgen kijken. Tot dan. We'll be right back.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Weelse Bijenkorf en Zit en Relax.